grappig hoe klein Thomas eruit ziet van hierboven. Oh, hallo jongens. Weet je, soms kijken de grote treinen, zoals Gordon, een beetje neer op de kleinere. Alsof het werk dat zij doen niet zo belangrijk is. Maar de kleine locomotieven werken ook heel hard. Ik weet nog wel die keer toen... Wacht even. Ik pak het verhaal erbij, zodat ik het goed kan vertellen. Dit is het. Edward en Gordon. Edward en Gordon stonden in de loods. Je zult het wel zien vanmiddag, kleine Edward, schepte Gordon op. Als ik over het spoor stoom met de sneltrein. Dat zul je vast geweldig vinden. En hij pufte weg. Edward vertrok ook om te rangeren. Edward was dol op rangeren. Het was leuk om met de wagons te spelen. Rangeren is leuk. Trekken aan de wagons, ze op een zijspoor knallen. Bam, bom, bam. Oh, sorry, ik was een verhaaltje aan het vertellen, geloof ik. Al gauw hoorde Edward een fluitje. Gordon kwam eraan gepuft. Heel langzaam en boos. In plaats van mooie, schone rijtuigen... trok hij een lange rij vieze kolenwagons. Een goederentrein, een goederentrein, een goederentrein, mompelde hij. Het is een schande, het is een schande. Edward lachte en ging op zoek naar meer wagons. Maar toen kwam er een kruier aan die de machinist aansprak. Gordon, komt de heuvel niet op. Wil jij hem even gaan duwen met Edward? Ze vonden Gordon halverwege de heuvel en hij was boos. Zijn machinist en stoker spraken hem streng toe. Je doet je best niet, zeiden ze. Het lukt me niet, zei Gordon. Die onrustige wagons houden me tegen. Ik kom je duwen, zei Edward. Dat is niet gunstig, zei Gordon. Ze reden de trein van Gordon de heuvel weer af. En Edward ging achter de remwagen staan, klaar om te duwen. De conducteur floot hard. Ze trokken en duwden zo hard als ze konden. Het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet, pufte Gordon. Het gaat me lukken, het gaat me lukken, het gaat me lukken, pufte Edward. Toen, bijna voor hij er erg in had, zag Gordon dat hij bovenop de heuvel stond. Het is me gelukt, het is me gelukt, het is me gelukt, pufte hij trots. En hij vergat hoe Edward hem had geholpen. Hij wachtte niet om hem te bedanken. Hij ging daar razendsnel vandoor. Edward werd achtergelaten en hij kon hem niet bijhouden. Maar de machinist en de stokers waren heel blij met hem en gaven hem een heerlijk frisse slok water. Morgen neem ik mijn verf mee, zei de machinist. En geef ik je een prachtige nieuwe laag blauwe verf met rode strepen. Dan ben je de mooiste locomotief in de loods. Leuk, hè? Oh, dat is waar ook. Zou de nieuwe verf van Thomas al droog zijn? Ik denk van wel. Ik ga gauw even kijken. Hopelijk tot snel. Tot ziens.